Midden-Groningen Politiek. We praten met drie mensen uit partijen die niet in de coalitie zijn terechtgekomen. Joke Lesman van de SP, Niels Joosten van de ChristenUnie en Rosciano Doenerijn van GroenLinks. Welkom alle drie. Dankjewel. Ja. Nou Joke, voor jou was het geen verrassing dat je niet in het college terecht bent gekomen. Want daar ging je voorkeur ook niet naar uit. Nou, niet in zijn algemeen natuurlijk. Mm-hmm. Maar met deze verkiezingsuitslag ging mijn voorkeur er niet naar uit, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik had natuurlijk gehoopt dat we een grotere PvdA, grotere SP, en daar hadden we gerust nog voor een derde periode gegaan. Uh-huh. Maar niet met deze verkiezingsuitslag. Ik denk dat wij daar niet hadden kunnen binnenhalen wat we hadden willen binnenhalen, laat ik het zo zeggen. Dus je kunt in de oppositie nuttiger werk verrichten dan... Dat denk ik in deze samenstelling van de raad absoluut wel, ja. Oké. Okay. En Niels, jij was vrij uitgesproken over de reden dat jullie niet in het college kwamen, want jullie beoogde wethouder die woont niet in de gemeente, heb ik begrepen. Ja, klopt inderdaad. En dat was natuurlijk geen verrassing, want daar heeft hij nog nooit gewoond. Mm-hmm. Dus het voelde voor mij een beetje als een gevoelensfressende reden. Ja. Als je vier gesprekken voert waarin dat eigenlijk nooit onderwerp van gesprek geweest is, is het raar dat dat ineens een argument is. Daar kan ik me iets bij voorstellen, inderdaad, ja. En... je had wat dat betreft inhoudelijk wel door kunnen gaan met de club die nu het college vormt? Nou, dat had uit gesprekken moeten blijken. We hebben natuurlijk alleen maar de informerende fase gehad. De formatiefase hebben we gewoon niet aan tafel gezeten. Ja. Dus op inhoud praat je dan veel minder mee. Als ik kijk naar wat er nu in het akkoord voor ligt, denk ik het is niet zo vernieuwend als het soms wordt gepresenteerd. Mm-hmm. Met bepaalde dingen had ik ook gewoon wel moeite. Dus dan is het ook gewoon goed om er niet in te gaan. En heel eerlijk gezegd, we hebben na twee vergaderingen gezat. En ik dacht, och, misschien moet ik wel heel erg wennen aan oppositie. Mm-hmm. Maar dat went snel genoeg. En anders zijn er nog wat mensen hier aan tafel die advies kunnen geven. En Rosciano, ook jullie zitten in de oppositie. Ja. Was dat naar de verwachting of valt het tegen? Nou, het was ergens, hadden we dat ook wel verwacht. Uh-huh. Wat Joke ook zegt, als je de verkiezingsuitslag bekijkt, ook GroenLinks heeft een zetel verloren, dat was natuurlijk heel erg jammer. Uh-huh. We hebben wel constructief de gesprekken gevoerd om te kijken of we een bijdrage konden leveren. En ook als we niet in die coalitie deel zouden nemen, of we dan alsnog een bepaalde GroenLinks-stempel op het akkoord zouden kunnen drukken. Uh-huh. Maar verder hebben we er alles aan gedaan om er wellicht voor te zorgen dat we toch deel zouden kunnen nemen aan het bestuur. Nou, dat is anders uitgepakt. Ja. En nou is het wel zo dat het college van plan is om juist heel veel bij de raad neer te leggen. Dus wat dat betreft is het niet zo dat je als oppositie 4 jaar tegen een bierkaai aan zit te blaffen. We moeten nog gaan kijken hoe dat zich uitwerkt. Inderdaad, die combinatie vooral. Ja. Daar heb je niet zoveel vertrouwen in, proef ik hieruit. Nou, niet blind, nee. Okay. ik moet echt nog zien hoe dat met elkaar gaat samenwerken. Als wij kijken dat we op punten als raad zaken willen oppakken, of het college dan ook bereid is zich op de oppervlakte te houden, of dat ze zelf met tegenvoorstellen komen, of dat ze ons gewoon voorbij walsen met voorstellen en dat we dan eigenlijk werk voor niks zitten te doen. Ik bedoel, ik ben echt heel benieuwd naar de uitwerking van het raadsakkoord in combinatie met het collegeakkoord. Ja, ik hoop. En dat is Niels met je eens dus. Ja, ik moet ook niet vergeten, we hebben natuurlijk als gemeenteraad een betrekkelijk kleine organisatie die ons kan ondersteunen. Dat is de Griffie. Ja. Een college heeft een hele groot ambtelijk apparaat achter zich staan. Natuurlijk kunnen wij daar ook wel gebruik van maken, maar de linken vanuit een raad richting zo'n ambtelijke organisatie in de dagelijkse praktijk zullen denk ik heel erg lastig zijn. Veel raadsleden hebben ook gewoon een baan. Ja. Ze zullen denk ik wat minder makkelijk ook op kantooruren dit soort gesprekken kunnen voeren. Dus ik vind de insteek om er samen met elkaar iets van te maken en op onderwerpen allereerst de discussie aan te gaan en vanuit die discussie de goede dingen voor Midden-Groningen te doen, vind ik wel een mooi iets. Mm-hmm. Maar hoe dat in de praktijk uitwerkt, vraag ik me wel af. Ervaring met raadsakkoorden, wat wij nu een raadswerkakkoord gaan noemen, of een raadswerkprogramma in andere gemeenten, zijn in ieder geval dat het in de opstartfase ook wel een beetje het risico in zich heeft dat het een beetje een grijze massa wordt. Uh-huh. Daar is laatst een artikel in het Nederlands Dagblad over Velzen, redelijk uitgebreid. Die zeiden van de tweede keer gaan we het wel anders doen. Dus ik hoop ook dat er voldoende ingrediënten in zitten om het interessant te maken voor ook niet-collegepartijen om deel te nemen. Het vraagt namelijk nogal wat van de raadsleden om... Zeker. Ja. Ja, en dat is niet erg. En daar worden we ook gewoon, denk ik, wel goed in gefaciliteerd. En het is ook mooi dat de mogelijkheid er is dat je op die manier meedoet. Maar goed,
uiteindelijk denk ik ook bij de spannende onderwerpen sluit de oester van zo'n coalitie ze dan niet heel erg snel. En heb je dan vervolgens heel veel wrikkracht nodig om daar iets in beweging te krijgen. Heel benieuwd. Dat zeg je heel poëtisch. Ja, maar ook wat gaat de invloed zijn van het college op de collegepartij in het raadsakkoord? Ja. Daar ben ik ook op benieuwd naar. Want zij hebben natuurlijk wel een eigen agenda te volgen. Dus, mm-hmm. En kijk, we hebben natuurlijk het dualistische systeem. In theorie staan die twee zaken los van elkaar. Ja. Maar we weten allemaal dat de praktijk niet zo werkt. Nee. Wij hebben ook een wethouder gehad. Ik zal eerlijk zeggen, wij hebben ook wel eens overleg met onze wethouder hoe we dingen het beste aan kunnen pakken. Ik bedoel, dat lijkt me ook logisch voor, maar doet elke partij. Dat is als je die mogelijkheid hebt. Ja. Het is ook gewoon een voordeel als collegepartij. Ja. En dus ik vraag me af wat daar de invloed gaat zijn op de coalitiepartij in het raadsprogramma. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Kun je er nog wat meer over zeggen? Ja, ik zou ook nog even aansluiten bij wat Niels zegt. Als je kijkt naar de positie die het college heeft ten opzichte van het ambtelijk apparaat, mm-hmm. en de positie van de raad. Wij hebben als raadsleden te maken met een behoorlijke bureaucratie om ambtelijke ondersteuning te krijgen. Ja. Ik probeerde zelf afgelopen week een initiatiefvoorstel in de stijgers te zetten. Maar het is veel moeilijker om dan simpelweg contact op te nemen met een ambtenaar. Omdat het eerst via de Griffie moet, vervolgens moet dat via de gemeentesecretaris. En dan wordt er gekeken welke ambtenaar gekoppeld kan worden. Mm-hmm. Nou, daar gaat al gauw een hele week overheen. Ja. Dat vind ik gewoon heel erg zonde. Omdat als je daar net dan een week voor tijd voor inruimt, omdat wij zijn er niet fulltime mee bezig, uh-huh. Dan doet dat ook wat met je enthousiasme, merk ik. Ja. En voor een college is het gewoon heel erg veel makkelijker om het gebouw überhaupt binnen te stappen, daar een ambtenaar aan te spreken en gewoon het een en ander te overleggen. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is om te beseffen dat die ongelijkheid er is. En ook om te kijken hoe gaan we daar mee om en hoe kunnen we ook werken aan een cultuur waarin die barrières wat lager gemaakt worden. Uh-huh. Ja, maar ook heel praktisch. Hè? Als wij echt iets uit willen werken als raad, dan hebben we de ambtelijke ondersteuning meer nodig. Die moeten daar tijd voor vrijmaken. Ja. Is daar ruimte voor? Klopt. Heel praktisch al. Zijn de FTE's krijgen wij een budget bijvoorbeeld om zaken op poten te zetten? Ik heb wel het idee dat de bedoeling achter het raadsakkoord op zich wel positief is. Mm-hmm. Ik krijg heel erg het gevoel dat er niet echt goed over de uitwerking is. Het is een soort van ballonnetje van het lijkt ons interessant. Uh-huh. Ja. Maar er is nog niet echt heel veel dieper over nagedacht in het proces hoe het zich eruit gaat werken. En voor het weet staan de wetten in de weg en praktische bezwaren. Ja. Nou, ik was met name ook wel achteraf ook wel positief verrast met dat we er wel mee aan de slag gingen. Want aan de voorkant had gemeente Belangen gezegd er absoluut niets in te zien. Dus ik was wel blij verrast dat de mogelijkheid nu wel werd geboden. En ik zie ook wel heel veel wel voordelen. Mm-hmm. Het vraagt wel heel erg veel van ons om daar samen in op te werken. En het vraagt ook gewoon onderling goede samenwerking en vertrouwen. Ja. Nou ja, en het is natuurlijk zo van op het moment dat de raad zijn verantwoordelijkheid neemt, want de raad is natuurlijk het hoogste bestuursorgaan van deze gemeente. Ja. En een hoop mensen gedevalueerd tot wethouder. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar dan doe je het wel zoals het staatsrechtelijk eigenlijk zou moeten. Mm-hmm. En dat is, denk ik ben het met jullie eens dat het niet makkelijk is, maar als het lukt, dan is het wel mooi. Maar wij zijn in principe natuurlijk als raad zijn wij kaderstellend. Wij geven de kaders mee waarmee het dagelijks bestuur moet handelen. En wat we nu eigenlijk voor moeten uitkijken is dat wij niet de uitvoerende macht worden. Ja. Want ik denk dat we dat ook gewoon, gewoon personeel gezien niet aankunnen. Nee. Daar zijn we niet voor aangesteld. Dit is een bijfunctie, zeg maar. We hebben dat geldt eigenlijk voor iedereen. Mm-hmm. Dus ik weet niet of dat werkbaar is in de praktijk. Ik bedoel, wij hebben zelf aangegeven, wij zijn niet voor een raadsakkoord. Maar als we ermee gaan werken, dan gaan we ook meedenken natuurlijk. Mm-hmm. En dat blijven we ook gewoon doen. Maar ik heb nog steeds wel mijn twijfels. Okay. Ja, die twijfels zitten bij mij ook. Ook naar aanleiding van hoe het proces precies is verlopen. Wat ik veel liever had gezien is dat we eerst met elkaar echt het gesprek hadden gevoerd over hoe dan. Ook in relatie tot zo'n collegeakkoord. Ik heb nu een beetje het gevoel dat we eigenlijk aan de slag zijn gegaan zonder dat we een plan hadden getrokken over hoe we nou precies aan de slag zouden willen gaan. En dat heeft vooral betrekking tot hoe snel dat collegeakkoord doorheen gedrukt is. En ik had ook wel zoiets van, als de collegepartijen echt voornemens waren om de raad vrijheid en ruimte te geven, had dan even gewacht met het zo snel mogelijk afmaken van het collegeakkoord om ook te kijken met welke onderwerpen en welke input de raad nou precies zou komen. De twee programma's hebben natuurlijk behoorlijk langs elkaar heen gelopen inderdaad. Ja. Naast het collegeprogramma ook het raadswerkprogramma. Ja, ik zie heel veel dubbelingen.
En ik ben heel benieuwd in hoeverre er straks de bereidheid is om de dubbelingen er gewoon ook uit te halen. En of precies, het bij het een of bij het ander onder te brengen. Ja. In bepaalde thema's kan ik me voorstellen dat dat fijn is om dat als college aan je te houden. Omdat je er goed mee kunt scoren. Omdat het mooi binnenhalen is. Dan hoef je wat minder rekening te houden met het andere deel van de raad, wat misschien andere keuzes maakt. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat zich gaat ontwikkelen. Aan de andere kant snap ik ook wel dat ze hiervoor gekozen hebben om gewoon de wethouders te benoemen. Mm-hmm. Na vorige week had ik ook zoiets van, je had er ook wel even mee kunnen wachten, want op inhoud heb je nul antwoord gegeven op alle vragen die zijn gesteld. Ja. Omdat je zegt, ja, dat komt nog wel. Of ik zit nu in een andere rol. Dus dacht ik, wat er in de praktijk nu mee beoogd werd, de afbakening van het ene en het andere, het haakt bij mij nog veel te veel in elkaar. Dus ik wil wel een duidelijkere scheiding tussen wat is nou van het college, wat is van de raad. En natuurlijk is dat wat van het college komt uiteindelijk ook van de raad. Maar daarvan weet je eigenlijk van tevoren wel dat er een vrij gegarandeerde meerderheid voor is. Mm-hmm. Al is hij natuurlijk met de huidige samenstelling van het college ook wel heel minimaal, die meerderheid. Ja, dat klopt. Ze hebben geen overweldigende raadsmeerderheid, om dat zo te noemen. Nee. Ja. En waar ik me ook wel een beetje zorgen over maak, is wat is het aandeel van de inwoners nu nog? We hebben toen die avond gehad met alle inwoners. Er zijn heel veel mensen vol enthousiasme gekomen om hun verhaal te vertellen. Maar het ging natuurlijk alle kanten op, want iedereen preekt voor zijn eigen parochie, laten we het zo zeggen. En toen zijn wij later als raad bij elkaar gekomen om te kijken wat onze onderwerpen eigenlijk zijn. Maar dat stond volledig los van de inbreng van de inwoners. Ik denk dan, had het dan misschien wel andersom gedaan. Was eerst gaan kijken, wat zijn onze prioriteiten? Waar willen we mee in de slag? En dan gaan we daarvoor mensen uitnodigen die op die vlakken actief zijn. Want dat lijkt me dan zinniger. Want nu gaan we voorbij aan een aantal zaken. Nou, nu zijn er een aantal dingen genoemd die vervolgens in een la belanden. Maar je wekt wel verwachtingen met zo'n avond. Ja. En ik zeg altijd, maar één ding erger als niet luisteren is, doen alsof je luistert. Dat is eigenlijk nog erger, want dan hebben ze zich wel voor ingespannen en dan levert het nog niks op. En daardoor kweek je juist wantrouwen. Dan wordt de kloof tussen politiek en burger juist groter in plaats van kleiner. We wilden het tegenovergestelde bereiken, dacht ik zo. Ja. Maar goed, dat vind ik ook weer niet onoverkomelijk. Ik denk dat dat is wel iets waar we van geleerd hebben. En dit is juist een kans om als politiek eigenlijk te laten zien dat het ook anders kan. Door ons kwetsbaar op te stellen naar de inwoners die hebben ingesproken. Deze keuzes hebben wij gemaakt om deze en deze redenen. En we zullen ervoor waken dat de input die jullie ons hebben gegeven niet in een la zou belanden. Dat hoop ik inderdaad. Wat ik misschien nog wat het meest opmerkelijke vond, is de duiding vorige week donderdag in het debat erover. Over de inbreng van de inwoners. Dat werd, vond ik, door een heel aantal partijen wel afgedaan als de usual suspects die daar langskwamen. Belangenverenigingen, belangenorganisaties. En in hoeverre die dan de gemiddelde inwoner van Midden-Groningen vertegenwoordigden. Dat vond ik een van de meest opvallende onderdelen van wat er gewisseld werd. En ik hoop inderdaad dat een aantal van die onderdelen gewoon ook terug kunnen komen. We hebben natuurlijk de verslagen ervan. Ik denk dat het goed is om de check daarop te doen, of er onderdelen zijn. En ik begrijp ook wel dat je zegt, als je aan zo'n raadswerkprogramma begint, begin dan niet met hele taaie, ingewikkelde onderwerpen, maar begin ook met een aantal onderwerpen waarin je echt het verschil kunt maken. Ja, maak het ook behapbaar. Ja, ja, ja. Maar ik vind, kijk, het punt over de usual suspects, dat is natuurlijk niet volledig onterecht. Maar dat had je natuurlijk van tevoren kunnen zien aankomen. Ja, ja. Ik had het van tevoren al voorspeld. Mm-hmm. Dat zijn gewoon de mensen die zich aanmelden voor dat soort zaken. Ik heb zelfs iemand gehoord op die avond die zei van, ik spreek liever niet in, want in 3 minuten moet ik dan uitleggen wat ik doe, terwijl iedereen dat eigenlijk wel weet. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar je weet gewoon wat voor soort mensen daarop afkomen. Dat kun je van tevoren voorspellen. En dan moet je niet laten zeggen van, joh, maar dat was wel het probleem eraan. Ja, dan had je het anders moeten organiseren. Dan had je zelf actieve mensen uit bepaalde groepen uit moeten nodigen. Ja. Los daarvan, het was een beginpunt. Het is hier niet mee gezegd. Als het aan mij ligt, gaan we veel meer van dit soort avonden organiseren. Mm-hmm. Ook op de specifieke onderwerpen die we zo meteen selecteren. Dus dit is iets heel moois waar we van geleerd hebben. En ik denk dat we het in vervolg alleen maar beter kunnen doen. Maar dan themagerichter dus. Ja, er meer structuur in komt. Want nu was het ook, natuurlijk op die avond, het was allemaal op zich heel interessant, maar het ging natuurlijk wel alle kanten op. Het was, roept u maar eigenlijk. Het was rijp en groen, het waren hele complexe situaties waarvan ik dacht, dat los je ook hier niet mee op. Nee. Tot hele simpele oplossingen van, verplaats het bord wat aan de weg staat. En, je of had dat paaltje weg, zouden we er langs kunnen of zo? Ja, precies. Dat had ook weer een DM richting gemeentewerkers gekund. Maar dat had natuurlijk ook mee te maken met dat die
avond ging in principe ook over het raadsakkoord. Mm-hmm. Inwoners werden uitgenodigd om daar input voor te leveren. Maar nog voor de inwoners, nog voor ons als raad, was precies duidelijk wat dat precies zou inhouden. Nee. Ik denk was ook heel dat, algemeen. Precies. Dus ik denk ook dat die onduidelijkheid bij onze inwoners er ook voor heeft gezorgd dat de input die geleverd werd zo breed was. En zo'n groot scala was aan input. Mm-hmm. Nou, en des te duidelijker we dat maken, des te beter onze communicatie daar ook over wordt. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van hoe goed wij het zelf begrijpen en het zelf kunnen verwoorden. Nou, des te scherper wij ook het kunnen afbakenen. Ja. En ik heb er wel vertrouwen in dat in een vervolg beter zou gaan. Oké. Dus in principe is het wel de bedoeling dat die kloof tussen de burger en de politiek dat die kleiner wordt. Ja, zeker. Maar je moet inderdaad, wat Rosciano zegt, veel gerichter bezig gaan. En zelf mensen uit gaan nodigen, omdat je dan niet altijd dezelfde mensen krijgt die dat gewoon heel interessant vinden. Die er heel actief in bezig zijn. Dat is hartstikke mooi. We willen juist ook de mensen spreken die misschien wat verder van de politiek afstaan. Of niet precies weten hoe alles werkt. Die willen we juist ook spreken. Want dat zijn de mensen die heel vaak ook wantrouwende politiek hebben. Of zich niet gehoord voelen. Nou ja, dan willen wij, daar willen wij ook een oor voor zijn natuurlijk. Ja het is belangrijk om ook die te horen. En dan kun je er wat aan doen. Als je niet weet wat er leeft, dan zeg je dat we leven in een gaaf land. Dan ga je rustig door met waar je mee bezig was. Ja, dat zijn mijn uitspraken dan niet. Maar. Ja, en het is natuurlijk een onbegonnen zaak, denk ik zelf, om van de inwoners die eigenlijk zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek of wat wantrouwen hebben in de politiek, te verwachten dat zij zomaar op zo'n avond komen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij eerst onszelf daar laten zien en ook van binnen naar buiten treden. Veel meer in de samenleving zijn en in gesprek gaan met mensen om ook onze oprechte interesse te tonen. En nou ja, dat ook een begin is om ervoor te zorgen dat mensen wat meer naar ons toe komen. Ja, het zit natuurlijk ook gewoon in je eigen gedrag en in je houding. Ja. Als ik kijk hoe goed wij in een gemiddelde vergadering bezig zijn om alleen maar in grote denkbeelden en in wantrouwen te spreken, dan denk ik ja. Dan is het ook niet zo'n wonder dat de gemiddelde inwoner ook niet heel veel vertrouwen in heeft. Dus hou daar zelf ook eens mee op. Kijk ook gewoon naar de dingen die goed gaan. En ik merk heel vaak dat we heel erg de neiging hebben om kritisch te zijn op de dingen die niet goed gaan. Mm-hmm. Maar de onderwerpen die slecht gaan, hebben we niet bespreken. Gisteren hadden we het over WDK. Ja, daar gaat geld bij. Iedereen zeurt erover dat er geld bij moet. Nou, ik heb maar gewoon mezelf eens de vraag gesteld. Wat betekent het als we het niet zouden doen? Misschien kost het dan nog wel veel meer. Mensen hebben nu een zinvolle besteding. En dan gaat het heel vaak niet meer over de mensen die er zitten, waar het volgens mij over zou moeten gaan, maar over wat er onderaan de streep in zo'n begroting staat. En ik merk dat me dat ook steeds vaker gewoon stoort. Dan worden er rekenkundige exercities. Ja, nou ja, dan denk ik, er worden mensen teruggebracht tot een getal of tot een productiefactor. Ja, daar gaat het niet om. Nee, zeker bij WDK gaat het daar niet om. Nee, maar ook bij onze eigen BWRI niet. Ja, klopt. En dat zou best wel eens een keer een schone taak voor jullie allen als raadslid kunnen zijn om juist dat meer in de schijnwerpers te zetten. Wat ik gisteren wel voelde in de commissie, dat heel veel mensen dat ook wel mee eens waren. Hoor. Dat het uiteindelijk gaat, natuurlijk, het gaat uiteindelijk om die mensen. En ja, daar moet geld bij, dat weten we allemaal. Omdat dat gewoon niet genoeg vanuit de overheid. Het viel me gisteren echt een paar keer op, ook bij het rekenkameronderzoek. Vooral kijken naar het college. Maar er zaten ook aanbevelingen richting de raad. Ik denk, ja. Daar doen we niks mee. Het is net alsof het dan weer een beetje die kant van het bord wordt opgeschoven. Wordt naar het college getrekt en die moet zich er maar mee redden, zeg maar. Succes. Ja. Ja, jammer. En er was er nog een ander college. Ja. Dat is vormtechnisch gewoon heel raar. Ja, om dit college te bevragen op beleid van het vorige college. Ja, klopt inderdaad. Dus we zijn er politiek verantwoordelijk voor, maar ik vind het gewoon een beetje rare stijl. Ik vind het een beetje raar samen. Ga eerst maar even inwerken, dan praten we daarna verder. Ja, nou, dat is eigenlijk, moeten we straks na het reces moeten we maar weer eens kijken hoe... Dat zeg ik als oppositiepartij hoor. Dus ik heb zoiets van, ze moeten ook de kans krijgen om zich de dossiers eigen te maken natuurlijk. Ze zitten er net sinds vorige week volgens mij, dus... En maar één wethouder die ervaring heeft. Ja, nou ja, dat is, het is moeilijk. Twee. Ja, oké. Ja, maar niet zozeer op de dossiers waar we nu mee bezig zijn. Die is natuurlijk. Ja. Maar één die rechtstreeks doorloopt, eigenlijk. En die heeft niet hetzelfde dossier. Nee. Dus. Nee. Ja, dat wordt nog een hele uitdaging. Maar ik wil jullie graag bedanken voor dit gesprek en heel veel succes wensen in de komende 4 jaar. En we houden contact, denk ik mee. Super. Nou, wij zullen er zijn, denk ik. Oké, dankjewel.